Ja. We beginnen iets vroeger, dan kan ik wat eerder weg. Een dingetje om mee te beginnen is wellicht leuk. Onderscheidingsvermogen en timing. Dus ik krijg vaak vragen van wanneer moet ik nou iets doorvoelen of uitzoomen of aandacht richten op ik ben of een overtuiging slopen of iets lezen. Het belangrijkste daarbij is dat je gewoon in de gaten hebt wanneer wat gebeuren moet en dat je dat dan met totale aandacht doet. Dus wat ik vaak zie is dat mensen dingen aan het mengen zijn. Dus dan willen ze iets gaan doorvoelen, maar dan halverwege krijgen ze het idee van, oh ja, maar eigenlijk moet ik verblijven in ik ben, dus dan ga ik dat maar doen. Of, ja, maar ik moet dat hoofdstuk nog uitlezen en dan wordt het een zooitje. Dus dan kun je, als je dat zo aanvliegt, gaan denken van, nou, ik ben vandaag 3 uur met bewustzijn bezig geweest. Alleen dat was niet het geval. Dus alleen als iets met complete aandacht gebeurt en gewoon gericht op één ding, dan kan het effect sorteren. Dus ik maak vaak van die muziekvergelijkingen van oké, vandaag ga ik 1 uur gitaar oefenen, maar dan na 5 minuten dan pak je toch je saxofoon en dan doe je nog even je postzegels goed leggen en dan geef je de planten water en dan speel je nog eens wat. Ja, dan heb je 1 uur eigenlijk zitten rotzooien. En wat je vaak doet, dat train je, dus dan leer je jezelf te rommelen. Dus het maakt mij niet uit als het moment je zegt of je intuïtie of je onderscheidingsvermogen verblijft nou 1.5 uur en ik ben, als je dat dan ook maar doet. En alleen dat. En naar de hand kun je misschien nog iets doorvoelen of een overtuiging aanpakken of een stukje lezen. Maar als je dus een stukje leest, alleen daarmee bezig. Niet dan weer gaan doorvoelen. Dus dat is zeker aanvankelijk en het is handiger om ervan uit te gaan dat je een beginner bent. Altijd. Ook als je er al 20 jaar mee bezig denkt te zijn. Wat meestal als je de minuten gaat tellen nogal tegenvalt. Dus de minuten van op het juiste moment met de juiste aandacht, het juiste ding. Als je dat gaat tellen, dan kom je in 20 jaar misschien aan een uurtje of wat. En dan zeg je, ja, ik ben al 20 jaar bezig en het schiet niet op. Nee, dat vind ik niet gek. Soms komen er mensen die zeggen, ja, ik mediteer al 20 jaar. En dan denk ik, daar merk je niks van. Want het was waarschijnlijk dat ze gingen mediteren op een moment dat ze iets moesten doorvoelen. Of iets nuttigs doen, of een boek lezen. Dus, dat wou ik even zeggen. Ik heb die dingen vaker gezegd, het geldt ook voor satsangvideo's kijken. Als je onrust voelt, dan moet je eigenlijk de onrust aankijken en daarmee dealen. En niet een videootje gaan kijken om weer kalm te worden. Of gaan mediteren om weer kalm te worden. Want bevrijding heeft vrij weinig te maken met kalm worden. Overigens, daar hebben we drugs voor. Dus, en dat gaat een stuk sneller. Die werken rechtstreeks voor waar ze zijn. Dus. Nou, goed. Met deze opbeurende intro. Nou, dat trapt mij gelijk alles open. En dan kom je het woord concentratie tegen. En dan denk je dat heb ik altijd onzin gevonden. Ik vond relaxed. Je moest relaxed zijn en zo. Dus, dankjewel. Kijk, dat relaxte is een bijproduct als we opruimen wat we op te ruimen hebben, doorzien wat we te doorzien hebben en hebben geleerd de aandacht bij bewustzijn te houden of liever nog in te zien dat je bewustzijn bent. Dan krijg je als bijproduct dat de boel een stuk relaxer wordt, maar relaxed zijn is niet het doel, daar hebben we wiet voor. Vraag maar aan die ganja gasten, die zijn echt ultra relaxed. Wakker is een ander verhaal. Maar eenpuntigheid en concentratie worden daar nog. Dat is altijd heel rare termen in verband. Maar ja, blijkbaar is het er wel. Je hebt aandacht nodig. Dus ik noem het liever aandacht, volledige aandacht. Weet je wel, dat is gewoon belangrijk. Dus de kwaliteit van de aandacht is cruciaal. Doe ik iets halfslachtig of met een verwarde geest, of ben ik er echt bij?
Je kunt beter iets doen, 5 minuten, en er echt bij zijn, dan een half uur met een fluffy mind. Het schiet niet op. Dus vandaar ook het andere element, timing. Als we goed leren luisteren naar onze intuïtie of ons onderscheidingsvermogen leren gebruiken, weten we ook op een gegeven moment, we zijn met iets bezig, wat dan ook. Eén ding, boom, aandacht erbij, en op een gegeven moment weet je gewoon, oké, voor nu genoeg. En dan ga je gewoon iets anders doen. Totdat het als het ware weer roept van oké, en nou er weer bij. Een stuk effectiever. Maar dat heeft ook met hebzucht te maken natuurlijk. Dat je altijd van alles wil hebben wat langskomt, wat in beeld komt dagelijks. Ja, exact. En dat moeten we dus herstellen. Het heeft ook te maken met onhelderheid. Als ik weet wat ik moet hebben op welk moment, dan is er vrij weinig aan de hand. Maar als ik alles maar een beetje wil hebben, omdat ik eigenlijk niet door heb wat ik aan het doen ben, ja, dan krijg je de andere metafoor die ik vaak gebruik, van iemand die is aan het graven naar water, maar hij graaft niet op één punt heel diep. Hij zit hier wat te scheppen en, daar, en je verplaatst een hoop zand, maar er gebeurt niks. Je wordt wel moe. En je kunt jezelf dan wijsmaken, ja, ik heb echt al jarenlang heb ik zitten graven. Mm-hmm. Waar is het water, denk ik dan. Zo lang duurt het nou ook weer niet. Dus. Wat er wat oefenen aan kan zijn praat? Ja, door het te doen. Ja. Hoe leer je gitaar spelen door het te doen? En gewoon goed op te merken, dus observeren onderwijl. Van dan kun je merken dat je misschien begint met eerst wat gerommel en dan begint de aandacht gewoon, als je wil, geconcentreerd te worden, erbij te zijn. En op een gegeven moment merk je dat het weer begint te driften. Nou, dan kun je kijken of je het kunt herpakken van, net als met een hond, hey, shut up, sit. Of dat je gewoon het signaal krijgt van nee, nu is gewoon de energie die beschikbaar was voor dit onderzoek of deze meditatie of dit lezen of wat het dan ook was, die is nou op. Dan heeft het gewoon geen zin om door te gaan. Daarom ben ik niet zo'n fan van discipline, want dan kun je gewoon nog een half uur doorgaan omdat je hebt voorgenomen om een uur dit of dat te doen, terwijl het hele systeem zegt van de energie is op, it's useless. Ik was nooit een fan van discipline, maar ik besteedde heel veel tijd aan de dingen die me interesseerden, omdat die interesse gewoon van binnenuit kwam. En gaandeweg moest ik ontdekken van oké, maar ik had eigenlijk dit moeten doen. Dus strikt genomen, ik was wel een uur bezig met iets, maar omdat ik eigenlijk iets anders had moeten doen, was het een waste of time. Of in ieder geval voor een deel een waste of time. Dus dat moest ik doorkrijgen. En op een gegeven moment ging ik dus gewoon checken. Van is het nu de bedoeling dat ik iets lees of iets doorvoel, als ik het niet al meteen wist, gewoon even checken. En dan vrij snel werd me duidelijk, nee, niet nu lezen, hierin duiken, feel this of whatever. Ja, dan had ik geen discipline nodig, want de interesse was er. Dus discipline is in mijn idee altijd noodzakelijk voor mensen die geen inherente interesse hebben. Je moet jezelf dwingen tot iets. Het is raar. Toen dat muziek maken jaren geleden weer terugkwam, had ik geen discipline nodig om muziek te maken. Ik moest gewoon muziek maken. Dus werd er gespeeld totdat de partij er goed genoeg in zat om het te kunnen opnemen. Het was meer zo dat ik af en toe discipline nodig had om weer naar binnen te gaan en te socializen en iets te eten. Hans, ik ben verhuisd. Ik heb last, zeg maar, van een soort heimwee. Heimwee naar het vorige niet makkelijk. Ja. Mm-hmm. Ja. Het vorige niet makkelijk. Ja. En nu ben ik toch
ergens wordt ontworteld. Geen huis meer of geen thuis meer. En nu kan ik niks meer afschuiven naar buiten toe, want ik zit alleen in het doen. Dus het komt allemaal voor mijn verantwoordelijkheid. Right, omdat het altijd al was eigenlijk. Dat wou ik net zeggen, dat was natuurlijk altijd, maar ik heb dat nooit zo gevoeld als nu. Ik ben nou bijvoorbeeld een boek aan het lezen aan de leiband Op je eigen weg. Dat heb ik eerder gelezen, maar dat heeft me nog nooit zo geraakt als nu. Nu kan ik eigenlijk heel veel mee als het over volwassenheid gaat en onvolwassenheid. Moet je mijn nieuwe boek ook lezen? Ja. Ja. Ik ben daar verder niet bij betrokken of ik heb er geen belang bij, maar het is echt geweldig. Goed, dat heb ik uit en dan ben ik nu aan het taal van Hans. Het is ook een geweldig boek. Ik denk dat jij dat zegt. Nee, ze zijn echt gewoon gedaan. Ja, nou, dan zeg ik het ook. Ik lig zelden. Nee, maar het is echt wel geweldig wat er in de stemming is. Fijn dat het er is. Ik heb gewoon veel vrije tijd. Dus. Ja, ik heb nog veel vrije tijd. Ja, precies. Dat is keifijn. Ja, nog één klein dingetje van... Ja. Het is begrijpelijk, ik vind het ook fijn, mijn eigen sfeer. Dus laten we zeggen huis en tuin en... Dat kan een bepaald gevoel oproepen, maar thuis ben ik eigenlijk alleen waar ik ben. Dus die sfeer, zou ik maar zeggen, hoe dat ook zich manifesteert in de wereld, is een gevolg van mij zo zijn, niet andersom. Eigenlijk ben je thuis bij jezelf als zijn. Jawel, maar je kunt je dat wel realiseren op momenten of gewoon de aandacht even terughalen, to back off, zoals ik dat dan zeg, van die compleetheid of die sfeer, die is er al, los van waar je je lichaam op dat moment toevallig bivakkeert. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Yes, want ik bedoel, waar we ook wonen, het is een soort veredeld campingterrein. Het is allemaal maar tijdelijk en er mankeert altijd wel iets aan enzovoorts, maar dat wat ik ben, dat is gewoon compleet in zichzelf en dat heeft er verder weinig met die stapel stenen te maken. Daar kan ik niet naar kijken. En een ander leuk dingetje wat hieruit opvalt of in opvalt is, ik geloof dat Alain de Botton dat zei, is een Engelse filosoof van... En dan ging het niet over waar je woont, maar het ging over liefdesrelaties. Van, vaak denken we dat we daarin op zoek zijn naar geluk. Hij zei, we zoeken naar een bekend soort pijn. Ja. Dat hoor je zelden zeggen op verjaardag, hè? Daarom ga ik daar dus nooit heen. A familiar kind of pain. Iets dat we begrijpen. Desnoods is het heel onplezierig en misschien zelfs... Een tikkie dangerous, maar ja, ik ken dit. Ik kan ontspannen in deze vorm van ellende. Nou, I refuse to. Dus dan maar geen liefde. Nee, er zijn dus allerlei krampen die lijken wel gewoonte. Yes. En als we daar uitgehaald worden, gaan ze zeer doen. Ja. Zolang we ze gewoon konden blijven doen, was er niks aan de hand. Ja, of compenseren. Yes. Dus voor een deel zijn dit afkikverschijnselen. Dus dat is oké, want die gaan over. Ja, die kan je gewoon er laten zijn. Yes, als je gewoon blijft kijken en voelen. Dus niet proberen ze weg te krijgen of te vergoeilijken of wat dan ook. Just feel it and look at it. En op een gegeven moment dan gaat de energie eruit. Alles wat geen voeding meer krijgt, sterft op een gegeven moment af. Good, thanks. Het
als die boeken lees, dan gaat het ook heel veel over het erkennen van wat er is. Ja. Ontkenning is een heel dom spelletje. En als je daar goed naar kijkt, je merkt iets op. En dan ga je vervolgens net doen alsof je het niet hebt opgemerkt. Je bent al te laat. Het slaat nergens op. Dus kun je beter ja zeggen. Ja, dit doet zeer. Want pas dan, als je, if you open up to it, hè, na het erkennen komt de opening up to it, dan kun je het processen. Maar als je net blijft doen alsof het er niet is, of het maar blijft afleiden of opvullen. Je hebt het al gezien, je weet het. Het dient je niet. En het is toch te maken met dat je iets anders moet zijn dan je bent. Voilà, voilà. We pretenderen iets anders te zijn dan we zijn. En tegelijkertijd, de spirituele lieden zeggen dan van, ja, maar ik wil graag meer mezelf zijn. No, you don't. You want to be somebody else. Een beetje flinker en een beetje minder dit. En een ontje erbij, een ontje eraf. Je wil van alles zijn, behalve jij. In ontkenning zit ook vaak de neiging om iets af te keuren. En dat is een beetje jammer, want je hebt jou niet gemaakt. Dus het is jouw schuld niet dat er een bepaald patroon is. We zouden wel kunnen zeggen op na een bepaalde tijd dat het wel jouw schuld is dat ze in stand blijven. Je hebt ze niet gemaakt, maar je hoeft ze ook niet te laten zetten. Tenzij je het hartstikke leuk vindt, obviously. Sommige mensen die zijn alleen gelukkig als ze miserabel zijn. Dus. Nou. Prima, go for it, weet je wel. Ik ben graag ongelukkig. Nou, mooi, niks aan het doen. Hou we zo. Maar dat zit er ook wel in. Het is geen grapje. Mensen koesteren hun lijden. Als je ze dat afneemt, dan weten ze meteen niet meer wie ze zijn. Grote verwarring alom. En dan gauw zoeken, waar had ik die koffer ellende? Oh ja, hier staat mijn naam op. Meenemen, die is van mij. Dat is mijn trauma. Afblijven. Daardoor ben ik uniek. Er zit altijd vreugde in, hè? Van jezelf bijzonder. Yes, yes. Desnoods uit een bak ellende. Peur ik nog mijn narcistische uniekheid. Wou je de carrière daarop? Nou, dat mag, maar niet in mijn buurt. Dan ga ik altijd heel hard lachen en zo. Ik heb zo'n zwaar leven. Maar ik heb het nog zwaarder. Nee, ik. Met dat ja, ga maar lekker door. Iedereen is toch een beetje, ik weet niet, in slaap of zo. Dus waar we het net allemaal over hadden, dat gaat dus over waarheidsbevindingen, zeg maar. Dus wat ik dan nu in mijzelf tegenkom dat, en daarin ga kijken en inzetten, dat is dus de zoektocht naar waarheid. Ja. Of in ieder geval een toename van waarheid. Vandaar dat dus waar we het er straks even over hadden, dat erkennen van dingen, het zo zijn van iets, erkennen dat dat zo belangrijk is. Pas dan kan ik kijken. Niet als ik doe alsof het iets anders is, of er een of andere rare verklaring bij verzin om het te ontmantelen of iets dergelijks, of eigenlijk te sussen. Nee, gewoon look it in the eye, as it is. En dan kan er een creatief proces op gang komen om te ontdekken wat het eventueel zeggen wil, waar ik herijken moet, of waar een patroon mijn belangen eigenlijk helemaal niet dient, terwijl ik denk van wel. Dus dan blijkt dat patroon onwaar in de zin van het dient me niet, maar het belemmert me, of het beperkt me, of het houdt me alleen maar klein. Of in een al afgeleefde modus. Misschien vanuit een vrees om een stap te zetten. Of vanuit een vrees voor verandering waar alle mensen last van hebben.
Dat is gewoon een human conditioning. Dat kun je merken op allerlei vlak. Van zodra dingen gaan veranderen, dan ofwel we worden down of we worden woedend. Dan krijg je dreigboeren en zo. Dat soort zaken. Maar goed, zoals deze van jouw boeken, dat gaat dan naar binnen. Hè? Dat komt dan, er gebeurt van alles van je. Dan dacht ik, ik wil dat boek dus nog een keer lezen, hè? Nederland en je eigen boek. En dan dacht ik van, misschien is het nu wel eens goed om daarnaast te gaan schrijven. Dus als jij al ja. opnoemt om dan eens te kijken van. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er ook echt een dialoog mee. Hè? Van als je gewoon dingen die in je opkomt, emoties, gevoelens, gedachtegang, associaties. Een boek is, als het iets waard is, zoveel waard als jij erin stopt. Dus het boek is het ene ding, het andere ding ben jij. Dus voor mij, en dat schrijf ik in het begin van Aan de Leiband, van... Je kunt lezen hebben gewoon als informatieinwinning of als scheppende daad. Dan ga je er een relatie mee aan. Pas dan gaat er iets gebeuren. En vaak is dat pas mogelijk eigenlijk bij de tweede keer. Want de eerste keer zit je nog automatisch heel erg vooral te kijken van kan ik het volgen, snap ik het, vind ik het prettig, vind ik het onprettig. Dus eens, oneens is dan nog zo belangrijk. Terwijl een tweede keer dan heb je die oppervlakte al gescand en dan kun je gewoon... dieper komen. Mijn ervaring met jouw boek is, als je het 6 keer leest, heb je 6 keer een ander boek gelezen. Ja. Omdat je net weer even... Yes. Ja, jij verandert. Ja. En dan pak je dat op. Ik vind het... In het begin vond ik het zo verbazingwekkend, omdat ik denk, ik heb dit boek 3 keer gelezen. En nu zie ik dat maar staan. Maar waar gaat dit over? Ja. Maar op een gegeven moment... Is dat gewoon, hè? Ja, right. Herinner ik me ook van een boek van jou, ik denk zelfrealisatie of zoiets, waar ik ben heel erg bezig met het bewustzijn en hoe gauw je afgeleid bent, maar ik ga weer toch weer steeds terug. En daar schreef je ergens van, wees open of gewoon dit zinnetje, en ik weet niet hoe je het zei, maar dat maakte wel heel veel anders. Dat vond ik toch wel erg plezierig. Ja, yes. Er kunnen soms, in de zen noemen ze dat, kerende woorden instaan. En je weet nooit welke het zullen zijn of wanneer ze zullen toeslaan. Ik, als ik het opschrijf, ook niet, obviously. Want ik weet niet bij wie het terechtkomt, op welk moment en in welke toestand en met welke aandacht het gelezen wordt of binnen mag komen enzovoorts. Maar ja... Ik ken het heel erg vroeger ook van boeken, van dat het, wat Herman ook zei, van dingen gewoon over het hoofd gezien. Of dat er ineens lijkt er alsof er een heel stukje vet gedrukt staat. Dat is niet natuurlijk. Van, je leest, nou ja, leuk, leuk, leuk. Bam! Weet je wel, fuck! Ja, ik heb ooit in een recensietje bij bol.com ook geschreven. Het is net alsof hij het voor mij geschreven heeft. Maar dat is ook zo. Dus waarom je meer dan 1 exemplaar maakt, is ook raar. Ja, dat is handel. Weet je hoeveel tijd erin gaat zitten om zo'n kleren ding te schrijven, man? Jezus, mina. Nou ja, daar denk je dan ook dankbaar. Als ik erover na zou denken, zou ik het niet doen. Gelukkig doe ik dat niet. Ik ben helemaal gegrepen. De afgelopen weken heb ik dan ervaringen van natuurlijke staat gehad. En ik merk dus dat ik door de dag heen daar net voor gebeurde. En dus ook, hoe noem je dat, toekijk. En, maar ik merk ook dat het toch ook een effect heeft op de body-mind. Sure. Dat het wordt allemaal veel subtieler. Dus ik herken mezelf dan bijna niet meer. Van dat, dat komt, ja, dus emoties worden getransformeerd. En
ik merk dat ik dus heel erg ook behoefte heb aan mensen die dit kunnen verdragen om me heen. En niet die er dwars tegen me gaan of die er allergisch voor zijn. Maar ik heb dus voor het eerst, want ik weet dat jij het vaak had over zelfonderzoek. En ik dacht, nou ja, ik zie dat helemaal niet zitten met zelfonderzoek. Maar nu begrijp, nou ja, ik weet dat Fido een keer zei niets is meer belangrijk dan dit. En dat snap ik. Ik snapte het toen niet. Mm-hmm. Dat is een jaar geleden of zo. Ja. Maar nu snap ik het wel. Ja, good. En dan gaat het ook vanzelf eigenlijk. Hè? Ja. Ja, precies. Het wordt gewoon verzogen. Yes, ja. Yes. Great. Is zijn uit mij voortgekomen of komt zijn nog steeds uit mij voort? Leg eraan wat je met mij bedoelt. Nou, ik zie. Het enige wat ik zie is dat het voor mij is, met alle vormen. Maar ik luister naar een satsang van jou en je zei even zien hoe zijn uit jou ontspringt. Ja, jou als het absolute. Ja, maar yes. Ik zie niet hoe het daarbij ontspringt, ik zie het alleen voor mij. Oh, goed. Is het dan ontsprongen en was dat het? Ja, dat is dus na het ontspringen. En er is dus een mogelijkheid, niet dat dat moet, maar dat ontdekt of gerealiseerd kan worden dat ik het absolute eerst was. En dat toen zomaar spontaan zijn begon te bubbelen. En kan ik dat nog zien? Ja, of course. In principe kan dat ieder moment. Alleen dingen gebeuren pas als aan alle voorwaarden voldaan zijn. Maar ik dacht, misschien is het een done deal of zo lijkt het te hebben. Nou, er is geen probleem zo te horen. Want het is al helder gewoon dat het allemaal daarvoor is. Ja. Oftewel dat jij vooraf gaat aan het zijn. Ja, dat is waar. Maar, maar toch in jouw satsang, dus heb je het zo over dat je kunt ervaren hoe dat is? Ja, zeker. Maar kijk, allerlei dingen kunnen. Maar daarmee wil niet zeggen dat het per se moet. Of dat als het niet gebeurt, het niet goed zou zijn. Ik kon best aardig een beetje op zo'n gitaar spelen, maar ik ben John Scofield niet. En ik weet dat dat ook kan. Ja, alleen ik niet. En dan stick to no problem. Ja. En gewoon af en toe van inderdaad, maak er geen probleem van. Dus gewoon enjoy dit. En je weet dit, van dat die optie er ook is. Nou, dat is eigenlijk al genoeg, want op het moment dat hij zich dan aandient, zal het herkend worden. En als het niet zo is, what's the problem? Dat is altijd het nadeel als van die lui als ik beginnen te praten over dingen. Dat gewoon zo zit onze geest in elkaar. Van oké, ja, die aan tik, tik, tik de boxes. En dan kan ik er eindje niet afvinken. Ja, kut, dan is het niet goed, hè? Ja, ja. Ik had op een gegeven moment het meer andersom. Dan zat ik van die boekjes te lezen. Over Advaita en zo. Lezen. Nee, fout. Nee, dat heb je niet goed gezien. Ah ja, ja, daar ben je blijven hangen. Maar dat heette dan arrogantie. Heb ik weer. Je hebt dan zo'n heel universum voor je. Hè? Met zo'n poppetje in het midden. En dat gaat om de wijze van spreken in zijn geheel in de prullenbak en dan is er weer een compleet nieuw. Ja, zoiets. Een soort recycle systeem, zeg maar. En dat. En die ervaring heb ik. Maar ik heb jou eens horen zeggen ook van. Als je heel goed oplet, is het een beetje een stroboscoop, zei een keer in Arnhem. Mm. En daar stel ik me dus best wel. Noem ik aan disco, denk ik. Een vrij hoogfrequent gebeuren. Ja, super hoog. Daarom valt het bijna niet op. Ah, oké. Okay. Wat ik mee te zien is dus juist een wat langzaam, iets rustige cadans van weer een nieuwe. Ja, maar dat is ook waar. Dus het een sluit het ander niet uit. Dus dat stroboscoopverhaaltje dat verwijst naar zijn, niet zijn. Wat constant aan het flikkeren is eigenlijk. Tegelijkertijd kan als er meer ruimte in ons systeem ontstaat, of als wij stiller worden, de bewegingen, ook gedachtebewegingen of de verschijnselen, alsof het een stuk trager gaat of alsof tijd verandert. Want tijd is afhankelijk van de snelheid van onze geest. Tijd is geen vaststaand ding, it doesn't exist.
weet je wel. Maar afhankelijk van de frequentie zou je kunnen zeggen van hoe de mind functioneert, denken we dat het tijdverloop zus of zo is. Nou, als die geest heel stil wordt of als de boel heel relaxed is, dan lijken dingen gewoon trager te gebeuren. En lijkt er meer tijd voor handelingen. Wat hartstikke handig is, zeker in bepaalde situaties van calamiteit. Dan schakelen die hersens gewoon op een andere perceptiemodus. En dan lijkt er veel meer tijd om iets te doen. Terwijl normaliter, dan wiebelt hij gewoon rond zijn standaard frequentie rond. En dan, ja, dan duurt het ongeveer zo lang als wij denken dat tijd duurt. Volgens het klokje. Maar het is allemaal afhankelijk van hoe snel of langzaam of rustig of onrustig de geest is. Nou, als die heel stil wordt, bijna weg is, dus als we in de clear mind modus komen, dus niet in de ego mind of de chaotische geest, maar in een soort clear mind modus komen, echt net op het randje van dat er no mind is, daar kun je eigenlijk dat zijn observeren. En dan blijkt, of is de ervaring hier in ieder geval, dat het een aan-uitspelletje is. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Razendsnel. Ik niet zo'n domme vraag, maar is dan tussendoor ook echt donker bij wijze van spreken? Yes, daar lijkt het op. Ja. Maar ik besef me wel dat als je over dit soort dingen praat, dan is het altijd een vertaling van de hersenen. Want de realiteit rechtstreeks waarnemen is gewoon onmogelijk. Het moet altijd via een processing. Dus veel van die uitspraken die zogenaamde wijzen, niet dat ik wijs ben, maar die anderen dan, doen, die nemen wij soms te letterlijk. Maar het zijn vertalingen zodat wij daar nog iets mee kunnen. Vandaar dat iedere metafoor of pointer of whatever altijd ergens rammelt. Vandaar dat je er vaak meerdere nodig hebt om een min of meer, ja, het kan dus nooit compleet, maar min of meer compleet beeld te schetsen. De beste inzichten kan ik hier ook niet navertellen. Right, natuurlijk. En dan doen we dus een poging om er zo goed mogelijk omheen te dansen, zodat misschien het helder genoeg is of sterk genoeg is zodat het bij de ander overspringt of landt. Wat natuurlijk ook weer afhangt van de toestand van de ontvanger, zal ik maar zeggen, in dat moment. Dus het kan zijn dat zo'n interactie op x moment wel werkt, of voor x persoon, en voor een ander niet, of op een ander moment niet werkt. Het is eigenlijk een godswonder als communicatie slaagt. Meestal is dat ook niet zo, dan denken we dat alleen maar. Nou, we hadden een goed gesprek. En dan praat je naar de hand met die andere. Dus die vertelt wat er verteld is. Dan praat je met die andere. Niks met elkaar te maken. Hooguit dat het op donderdag was. Dat dan nog wel. Zelfs of het nou lunch was of diner was al onduidelijk. En dan hebben we het nog over mensen die bereidwillig zijn om te praten en te willen horen. Dus niet over de moedwillig slechte verstaanders. Maar gewoon, ja, ik wil dit weten, ik ben open, ik ben erbij. Ik heb gegeten, dus ik heb aandacht enzovoorts. Er wordt niet op me geschoten nu, dus ik heb tijd. En dan nog heel vaak. En soms, bam! That's fun. Als er een hele sterke convictie is, waar is dan de ruimte voor waarheidsbevinding? Door te beginnen met die op te schrijven, dus hem eerst opsporen. Dus we beginnen eerst met hem te herkennen en dan te erkennen dat hij er zit. En vervolgens, als hij ons hindert, want anders laten we hem zitten, als hij ons hindert, hem gewoon proberen te slopen. Dus alles bedenken wat er tegenin te brengen is. Wat wij normaal doen, dat is confirmation bias, van ik vind iets en dan ga ik alleen dingen erbij slepen die het ondersteunen. Daarom lezen linkse mensen alleen maar linkse dingen en rechts alleen maar rechts en blijven ze allebei even dom. Ik ben linkshandig, maar ik lees ook deze dingen. Heel goed. Dus
als ik van een overtuiging af wil of wil testen van wat die waard is, dan moet ik gewoon alles eraan doen om hem te slopen. Dus alles bedenken, desnoods informatie inwinnen die tegenspreekt wat ik geloof. Dan gebeurt er wel wat. Yes. En als je het jezelf heel leuk wil maken, dan neem je de belangrijkste overtuiging waar je wereldbeeld dus omheen getimmerd is, dan neem je die eerst. Als je die eruit krijgt, dan flikkert je wereldbeeld namelijk in elkaar. Niet dat dat per se leuk is, maar het werkt wel. Dat is wat ze over het algemeen cognitieve dissonantie noemen, dat er dus iets gebeurt wat jouw wereldbeeld, die je niet door had dat je die had, maar die heb je wel, aan het wankelen brengt. En wat de meeste mensen dan doen, is zo snel mogelijk proberen het te repareren. Dus dan gaan ze de boel stutten en zichzelf afleiden of gauw dingen zoeken die toch het standpunt waarvan ik eigenlijk al weet dat die wankel is, weer enige zogenaamde stevigheid geven. Nou, de waarheidszoeker doet dat dus niet. Dus als dingen in elkaar donderen is altijd goed eigenlijk, hè? Binnen de context van de waarheidszoeker. Voor heel veel gewone mensen is het helemaal niet goed. Dus de context is altijd, van, dus met alle dingen die ik zeg, voor degene die volwassen wil worden of die wakker wil worden, daar zijn die dingen goed voor gewone mensen niet. Daarom doen gewone mensen elkaar sussen en dat komt wel goed en nou, gewoon sprookjes vertellen, zodat de boel weer, ze moeten gauw weer de oude worden en move on, want die hebben helemaal geen behoefte aan waarheid. I get it. Ja, ik merk dat ook, dus bij mij is alles in elkaar gedonderd, maar ik ben daar ook nog niet helemaal. Dus ik zit een beetje in zo'n niemandsland en mijn mind probeert heel veel dingen weer inderdaad in elkaar te timmeren. Zeker. Maar ik zie dat ik dat niet moet doen. Good. Maar het is heel ongemakkelijk. Ja, uiteraard. Het is overigens ook wel leuk om op te merken dat die ongemakkelijkheid er de hele tijd al was. Want dat was überhaupt de reden om een of ander verhaal in elkaar te timmeren. Iemand die namelijk gewoon totaal relaxed is, die heeft niet allerlei overtuigingen nodig. Die reageert gewoon spontaan vanuit haar of zijn zoheid op wat zich voordoet en heeft daar geen story bij. Het zijn altijd de ongerusten die verhaaltjes in elkaar timmeren. De ongerusten? Ja. Een mooie titel. Dus dan zeggen we vaak van, mijn wereldbeeld stort in en nu ben ik bang. En dan denk ik, nee, je was altijd al bang, alleen je had het zo afgedekt dat je het niet merkte. En je dronk je wijn op het goede moment en weet ik veel wat je deed. Weet je wel, do not feel it. Of gauw even bij iemand langs, niet omdat je die wilde zien, maar kun je onrust kwijt of gewoon lekker werken. Dat is zo'n zin om te werken. Nee, helemaal niet. Wie wil er nou werken? Gek. Je bent gewoon onrustig. Dat is wel dus heel veel onrust. En ik wil toedekken weer. Ja. Maar dat is niet goed. Maar dat is nou weer heel erg zoiets van, oké, waar naartoe nu dan? Gewoon slopen. Welke kant op? Ja, dus niet, het gaat er dus niet om het oude beeld voor een beter beeld in te ruilen, maar om zo beeldloos mogelijk, voor zover dat gaat, te worden. We zoeken naar een houvast. Daar is dat story of self and the world voor nodig, hè? Dus dat wereldbeeld. Maar je houvast zou je bij bewustzijn moeten leggen. It's already there. Al mijn opvattingen kunnen veranderen, mijn gezondheid kan veranderen, de relaties, financiële positie, socio-economisch, whatever. Is allemaal veranderlijk. Zolang ik leef, is die consciousness het enige wat er is. Is het enige wat betrouwbaar is. Dus ik snap al dat gezoek naar zekerheid out there niet. Want het is allemaal in wording, veranderlijk. Het stort al in terwijl je het beetpakt, weet je wel. Oh, we hebben zo'n goede relatie. Mm-hmm. Tot nu toe. Just wait, give it time. Fucker. Als de hele aarde zou ontploffen en alle mensen dood, dan is dit dan toch nog steeds? Dat gaat sowieso gebeuren. Ja, maar dit is er dan toch nog steeds? Ja, alleen dan geen persoon meer om daar iets aan te hebben. Maar het is altijd goed om te beseffen, vroeg of laat gaan we er allemaal aan. Dus de exit is geregeld. Dus daarover valt er dan iets te redden voor ons?
Pardon? Valt er iets te redden? Voor wie? Voor ons. Als individu kan je je redden uit ellende. Ik heb niet zoveel met het woord redden verder, maar vrijheid is mogelijk. Of heelheid, of hoe je dat kan noemen. De mensheid als geheel, het is gewoon een van de diersoortjes. En evolutie leert ons dat uitsterven de norm is. Dus, maar, who cares? Nou ja, als je zegt dat er iets te redden valt als individu, dan ben ik benieuwd wat dat is. Nou, je kunt je uit de ellende manoeuvreren. Of je kunt je ellende in stand houden. Dat zijn basically de twee opties. Dus er is minstens een mogelijkheid van volwassenheid of van moedwillige onvolwassenheid. Daar is al een vrij grote schifting. Dus sommigen werken eraan of hebben de helderheid en de sensitiviteit om in te zien, I can grow up op dit of dat levensterrein. Weet je al, en anderen blijven liever in de modder rondprutsen. Nou prima, dat is mooi, maar dan stap ik er overheen en ga je gang. Als je wil blijven liggen, doe maar, weet je wel, that's alright, maar ik ga er niet bij zitten. Dus dat, en verder is er de optie, de mogelijkheid van ontwaken. Er is geen garantie voor, weet je wel. Dus wat je ook doet, er is geen garantie op awakening. Als je niks doet, is er een vrij grote garantie dat je volgend jaar net zo dom bent als nu. Nou, dat hoeft niet. Maar het is alleen voor degene die dat interesseert, want er zijn een heleboel mensen die zijn dik content hoor. Inclusief de porties lijden die erbij horen, want we houden van drama. Dus het moet soms leuk gaan en dan weer een beetje tegenzitten en dan kunnen we het daar fijn over hebben. En, weet je wel, goede tijden, slechte tijden, dat is wat de meeste mensen willen, anders deden ze er iets aan. Want de capaciteiten zijn er wel, tenzij je IQ 82 is. Dan houdt het op. In die verschillende anekdotes dan benoem je bevrijden of ontwaken, dat soort termen. Hoe beschouw je dat als in jouw geval, of in het geval van jouw collega's, als een permanente staat? Of het is alleen, als we ontwaakt zijn, zeggen, of verlicht, dan kan dat alleen betekenen permanent. Okay. In mijn woordenboek in ieder geval. En hoe onderbouw je dat? Pardon? Hoe onderbouw je dat? Ja, dat is gewoon de definitie. Oké, dus dat is een constante staat. Yes. Ja, nee, het is geen staat, maar het kan gewoon niet ongedaan gemaakt worden. Kijk, een staat verwijst naar iets wat je waarneemt. Dus een gevoelstaat of een bewustzijnstaat of een emotionele staat, die zijn allemaal over there. Dus dat beweegt gewoon net als bij ieder mens. Maar het weten wat je bent, om het zo maar te zeggen, als je het weet, dan weet je het, klaar. Nou, wat daarvoor gebeurt is meestal een instabiele toestand. Ja, de zenjongens die hebben 10 fasen van verlichting, het hoeden van de os. Weet je wel, dan zie je bij fase 3, dan is al ontdekt wat je bent, maar het is inderdaad wat je zegt instabiel. Dus soms is dat helder, soms niet. Een x aantal fases verder wordt het gewoon stabiel en dan is het onomkeerbaar. Ja. Ja, ik denk dat we dan misschien een beetje last zijn in translation. Want als jij het hebt over 10 fases, dan zou je ook kunnen zeggen 10 staten die passeren en ja, toch? Ja, maar daarom zeg ik ook dat het van Zen is. Ik heb het niet bedacht. Ik heb het een keer gebruikt om uit te leggen hoe zij daarnaar kijken. Dus zijn verschillende benaderingen? Yes, obviously. Obviously. Maar in jouw beeldvorming is het dus één ding? Altijd? Als je het simpel maakt, dan ben je of in slaap of je bent wakker. Alleen wat je dus ziet, is dat er in het proces, als we doen alsof het een proces is, er meestal een fase is van instabiliteit. Dus er zijn momenten dat een x-individu het glashelder is hoe het zit. En vervolgens treedt er weer een periode van verwarring op. Dat duurt afhankelijk van allerlei omstandigheden een x-tijd. Het komt maar zelden voor dat het in wordt gezien en meteen is het permanent. In mijn woordenboek is ontwaakt zijn stabiel. Ontwaken is een werkwoord dat verwijst naar het proces waarin het bezig is. Iemand is aan het ontwaken, maar het is nog niet permanent. Dus je hebt in die zin heb je 3 fases in slaap, ontwakend en ontwaakt. En ontwaken in het proces is gewoon ermee bezig blijven.
Ja, dan is er een inherente noodzaak. En als iemand een beetje eerlijk is, dan weet hij ook donders goed dat het niet stabiel is. Dus dan zal de inherente neiging zijn om dingen te blijven lezen of dingen te doorvoelen of te onderzoeken of naar satsang te gaan of whatever. Whatever it takes. Omdat meestal het gevoel vrij sterk is door het contrast tussen de natuurlijke toestand en de onnatuurlijke verkrampte toestand. Je gaat het nog scherper voelen en zien wat een hel het is om als een afgescheiden wezen door het leven te moeten gaan of die waan te hebben. Dat wordt zo irritant dat de intrinsieke motivatie vrij groot is om dat eruit te werken. Maar het kan soms lang duren. En aangezien wij ook allemaal een beetje ongeduldig zijn. Dus het is dan ook weer heel belangrijk waar ik mee begon. Om het onderscheidingsvermogen zo goed mogelijk erbij te hebben van wanneer moet ik wat doen. En het gewoon bij deze dag te houden. Ik hoef alleen maar deze dag te leven. Oké, nu moet ik iets aankijken. Oké, nu moet ik iets lezen. Oké, nu moet ik gewoon naar mijn werk of whatever. En nu moet ik een overtuiging slopen. Ik heb alleen maar te doen wat ik te doen heb vandaag. Niet bezig met straks of het verleden, gewoon today. Keep it simple. En hou je aandacht erbij. En niemand kan weten hoe lang het duurt. Weet je, het kan iedere seconde toeslaan. Maar als het niet op deze seconde toeslaat, dan doe ik gewoon wat ik te doen heb. Dat is het beste. Ik heb nog een vraag. Ja. Een paar weken geleden kwam er een oud stuk op en toen ben ik naar een therapeut geweest. En die doet zelf Amaraja yoga. Toen zei ik dus van, er is openheid en... Toen zei zij zoiets van, maar daar ga je toch niet mee de straat op, zal ik maar zeggen. Van, dan moet je een ei om je heen doen. Oh, dus dat, volgens mij klopt daar geen fluit van. Ja, dat is een bepaalde manier van denken. Ja. Waar ik niet zoveel mee heb. Nee. Wat wel zo is, is dat het kan zijn in zo'n proces dat we inderdaad soms te ongefocust functioneren. Dus daarom roep ik wel eens van, als we merken dat we echt in zo'n verruimde staat zijn, om het zomaar te noemen, dan dat het beter is om niet auto te rijden of use heavy machinery. Ja. Want dan kunnen we zo niet aandachtig zijn op wat er gebeurt, dat die kettingzaag wel iets afzaagt, maar niet per se de boomstam. Ja, en ook een verlichte vindt het over het algemeen prettiger dat het been er aan zit. Het is niet echt een ramp zonder, maar kleine voorkeur hou je toch. Ik merk dat er een remedie is om met financiën bezig te zijn. Ah, oké, okay, there you go. There you go. Think about money. Dus ook dat is weer gewoon onderscheidingsvermogen. Van, je kunt merken, op een gegeven moment doe je jas aan, doet die deur open. En van, oh man, ik ben gewoon veel te vaag. Dan moet ik niet een ei gaan maken. Ik moet gewoon even en kijken of het gaat. Dus in de periode, mijn periode van erin eruit, merkte ik dat ik dus soms niet auto kon rijden. Ja, het kon wel, maar dat het hoogelijk onverstandig was. Want hij zat gewoon echt helemaal spaced out, zo van, dude is only consciousness, man. Nee. Ja, dat is wel zo, maar... Consciousness naar over there, 4 meter voor je, is dusdanig verdicht dat we het een auto noemen en die zijn hard. Even erbij blijven, Henkie. Een vriend van mij, die op een gegeven moment kwam die in zo'n tijdelijke staat, obviously. En die had werkelijk het idee dat een auto wel door hem heen kon rijden. Dus ik kon hem nog net op tijd even... Van dit gaan we even niet proberen. Doe maar gewoon hiermee. En toen wist hij dat het... Ik gaf hem dus een stomp om te laten merken dat... Je bent wel lekker hartstikke open en je hebt door wat je bent. Maar er is ook nog de lichamelijke niveau. Die klap deed hem zeer. Het verschil was wel dat hij erom kon lachen. Ik ook, want ik had hem al wat langer willen slaan. Het laatste was een grapje. Kan je nog iets vertellen over de liefde? De liefde
Ik heb niks met liefde. Nee, ik bedoel niet de liefde van mens tot mens. De liefde van iemand die ontwaakt is. Is dat die acceptatie van alles wat gebeurt? Die, ja, alles mag er zijn. Omdat alles is er sowieso. Dat is ook duidelijk. Dat daarmee dan een ontspanning komt en daardoor opent zich alles. Ik zou die termen nooit gebruiken zo. Wat ik merk is dat er gewoon een algehele welwillendheid is. Maar het is absoluut geen acceptatie van dat alles oké is. Als ik over straat loop en drie van die kerels die zijn een vrouw aan het mishandelen, dan ga ik niet van, ja, dat is al liefde voor alles wat er is. En ga je gang, jongens, ik hoop dat jullie het naar je zin hebben. Nee, maar dat komt dan vanzelf in de actie. Ja, precies, maar dat, dus is er geen liefde voor alles wat er is. Dat is een sprookje. Onvoorwaardelijke liefde. Ik herinner me dat Alexander, die moest daar ook om lachen. En dan zei hij van, ga maar eens een krokodil onvoorwaardelijk lief hebben. Har, har, har. En je bent op. Dus kletskoek. Maar wat vaart dan te vinden? Geen sprookjesachtige liefde. Gewoon een welwillendheid en een helderheid die bijvoorbeeld te maken heeft met wat ik er straks probeerde te zeggen, waar het wel en niet zinvol is om een hand uit te steken. Het heeft veel meer met helderheid te maken. Ik bedoel jij daar niet vanuit het ego, maar vanuit dat moment? Yes, of course. De totale constellatie. En die wordt gewoon gezien en gevoeld. En dan wordt duidelijk, hier kan wel iets mee, ja. Daar kan niet iets mee. En er is een welwillendheid en die zorgt ervoor dat, en ik zou hem dus liever niet liefde noemen, maar wat wel opvallend is, is dat haat onmogelijk is. Dus ik kan gedrag afkeuren in iemand, maar daarmee is die hele mens, die een multidimensionale compositie is, niet evil of iets dergelijks. Er zit gewoon een patroon in, wat op dat moment in de hele constellatie geactiveerd wordt, die afkeurenswaardig is. You shouldn't do this. Weet je wel, maar haat is onmogelijk. Het is veel neutraler. Weet je wel, maar het is niet zo van, oh, maar zodra ik iemand zie, voel ik bakken liefde. Verschrikkelijk. Dat bedoel ik helemaal niet. Ja, maar ik wil het alleen maar even duidelijk maken. Dus nee, ik zou het liever welwillendheid en openheid noemen. Dus dan zie ik dat bij mij, in mijn ego nog heel veel. Ik weet dat het er niet is en dat het in mij verschijnt, maar toch is het er nog. En ik denk dat is het probleem, dat mijn denken, mijn ego wil nog alles oplossen en niet loslaten. En dan zit het niet dort, zich daar in het loslaten van het ego. Ja, nou, dat kan dus handig zijn om een paar van die overtuigingen die er blijkbaar zitten, gewoon eens grondig aan te pakken. Dus bijvoorbeeld ideeën over liefde, van ik hoor mensen daar vaker over, maar als je gaat doorvragen, of woorden, niet dat jij dat zei, maar woorden als geluk, en dan ga ik vragen wat ze precies bedoelen, binnen 2 minuten loopt het vast, want ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Het is een of andere rare gevoelssensatie, die ze waarschijnlijk nog nooit hebben meegemaakt, ergens gehoord of whatever. Dus het is handig om kritisch naar termen te kijken die we graag gebruiken. Ja, maar dat is natuurlijk ook de angst om los te laten. Ja, maar ik zou nog dieper kijken en de uitnodiging van te kijken naar wat is liefde. Want als je zegt van ik probeer het buiten te vinden, maar het zit eigenlijk van binnen, ga je er nog steeds van uit dat er zoiets is. We moeten eerst eens vaststellen of het er überhaupt is. Want misschien is dit wel een wijdverbreide mindfuck. En als ik ga zoeken naar iets wat niet bestaat, ja, veel plezier en dan kun je 100 mee worden, maar als het niet bestaat, ga je het niet vinden. Het is me helemaal duidelijk, er is geen hier subject, maar object, dat is enkel. Nee, voilà, en dus wordt zoiets als liefde een heel raar verhaal, want dat kan alleen zijn als er 2 afgescheiden dingen zijn. Daarom heb ik ook, zoals ik sommigen weten vaker heb gezegd, niks met verbondenheid. Want verbondenheid kan alleen als dingen gebroken zijn. Dus ik moet er hier iets hebben en daar iets en dan kan ik er een verbinding tussen maken. Maar er is geen afgescheidenheid. En dus dan zeggen mensen, voel jij dan de hele tijd verbondenheid? Nee, er is geen afgescheidenheid. Er is niks om me mee te verbinden. Het is allemaal in mij of het is allemaal mij. Hoe kan ik daar compassie of liefde voor voelen? Voor mezelf? Wat is dat voor ziek iets? Ik hou zo van me, dat heet narcisme.
Snap je? Dus dingen die op een wat hoger menselijk niveau van groot belang zijn, of een beginnend spiritueel niveau, vanuit het ontwaakte perspectief is het kolder. Want het is allemaal dualistisch gedoe. Nee, het heeft niet alleen met denken te maken, ook gevoelens die we hebben. Dus heel veel van onze overtuigingen, dat zijn vroegere beslissingen die nu als een gevoel doorleven. Ja, maar het voelt zus of zo. Daarom is het ook zo moeilijk voor mensen om dat te onderzoeken en het kwijt te raken. Het is niet alleen maar een gedachte, ik voel het zo. Waarom worden moslims zo kwaad als je de profeet beledigt? Omdat ze het diep voelen, niet omdat ze denken. Ze gaan stijgeren, dat is een intens gevoel. Omdat ze het nog steeds, omdat ze dat allemaal geleerd hebben, in Sinterklaas geloven. Kleine kinderen van 4 voelen ook heel sterk dat Sinterklaas eraan komt. En als je dan zegt dat het niet bestaat, wow, moet je zien. Dat is geen gedachte, dat is een gevoel. Ja, mag ik nog één? Sure, van 5 van mijn part. Die conditionering gaat door. Dus wat zou je mij aanraden? Wat ik al gedaan heb. Ja, doorvoelen. En die dingen waar je in gelooft, woorden die je heel belangrijk vindt, is gewoon goed door de mangel halen. Klopt het wel? En het is heel interessant dat als we iets te pakken hebben en we krijgen daar een heel sterke reactie op, dan weet je dat je beet hebt. Van de week, of nee, 2 weken geleden zat er iemand en, en die had iets gelezen van me. En waar ik empathie kritiseerde of in een ander daglicht zette. En hoe kom je erbij en daar bij dan? Empathie, dat is het hoogste goed. En ik zei van, nou, misschien is het handig als je even dit en dit en dit nog leest. Niet van mij, want anders laat je je misschien niet overtuigen. Empathie is een dualistisch dingetje. Het geldt voor de in-crowd en niet voor de out-crowd. Dus het is een verdeeldheid bevorderend gebeuren, terwijl wij denken dat het een heel mooi iets is. En daar zei ik nog een aantal dingen over. Ik vond het grappig. Weet je wel, en verder geen probleem. Het is gewoon hoe het werkt. That's all. Maar voor haar was het een heilig huisje. En godzijdank had ze de guts om inderdaad wat verder te gaan kijken en erover na te denken en het te doorvoelen. En daarna was ze een stuk happier dan daarvoor, want ze had weer iets waar ze aan vasthield, waar ze niet meer aan vast hoefde te houden. En het gewoon kon zien. Empathie is voor een heel groot deel een biologisch ding. Zodat de beestjes voor hun jonkies zorgen. En dus van, dit is van mij, en wat, als er iets bedreigends is, dat wordt aangevallen. It works. Maar het is niet een hoger iets. Zoals ik al een keer, ik dacht in Touw van Hand schreef, van, hè, over liefde. Van liefde is een van de emotionele toestanden waarin we kunnen komen. En dan gaan we zeggen, onvoorwaardelijke liefde is iets hoogs. Dan stel ik me de vraag, oké, dus we hebben een emotie en dan zetten we er onvoorwaardelijk voor. Dan transcendeert het naar een of ander goddelijk niveau. Zou dat ook kunnen gelden voor woede? Onvoorwaardelijke woede of haat op het eerste gezicht? En is het dan gelijk iets van een hogere, blijvende, permanente waarde? Heb je ooit een mens meegemaakt die de hele dag, één dag, de hele dag bijvoorbeeld van zijn kind houdt? Heb je ooit kinderen gezien? Soms ben je er dol op en soms wil je ze schoppen. Weet je wel, dus liefde is iets wat komt en gaat. Ik snap niet dat niemand dat opvalt. Het is niet permanent, it doesn't exist. Net als woede, je bent ook niet de hele dag woedend op dat kind. Al zou je het willen. En soms doen ze iets gewoon dus geestig. Kut! Kan ik niet meer kwaad zijn op je klootzak. Dus bewustzijn of consciousness zou jij niet omschrijven als liefde met een grote L? Nee. Wat ik wel zie, is dat het dus een soort welwillendheid heeft, omdat het eigenlijk nergens iets van vindt. Dus in die zin, op dat level, heet het alle bewegingen welkom. En doet het niet aan goed en kwaad en dat soort dingen. Het observeert gewoon wat er gebeurt. Net als een oog, een fysiek oog, niks vindt van een lelijke of een mooie tekening. Dat is iets waar we een persoonlijkheid voor nodig hebben om dit mooi of lelijk te kunnen noemen, of goed of slecht. Weet je wel? Dus in die zin is het een beschikbaarheid. En is het dus beschikbaar voor concentratiekampen en grote genegenheid. Dus een hele erge bliss-ervaring met een heleboel liefde, dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Nou, dat kan deel zijn van een spiritueel proces. Maar het is niet wakker zijn. Nee, het is een ervaring. Het is een tijdelijke aandoening.
Net zo goed als een spontane of minder spontane golf van haat. Dat is ook een hele powerful energie die potentieel transformerend kan zijn of traumatiserend, zo je wil. En die een begin, midden en eind heeft. Nou, een bliss-ervaring heeft een begin, midden en eind en kan potentieel transformerend en potentieel traumatiserend zijn. Het hangt er maar vanaf in welk beestje het, op welk moment het gebeurt en wat er daarna plaatsvindt. Maar het is een tijdelijk gebeuren. Het is een altered state of consciousness. Like, alles eigenlijk wat we voelen zijn altered states of consciousness. Maar de consciousness met een hoofdletter, die kijkt naar al die wisselende states. En heeft daar niks mee te maken eigenlijk, of is er in ieder geval niet van onder de indruk. Vandaar dat ik de laatste tijd wel eens had over hogere onverschilligheid. Wat dus anders is dan ego-onverschilligheid, het is gewoon een defensiestructuur. Het is ugly. Maar het is gewoon open voor wat er plaatsvindt. Het voelt niet. Nee. Welwillendheid en beschikbaarheid en openheid voelt niet. Nee, niet echt, nee. Het valt vooral op door de afwezigheid van dingen. Dus de afwezigheid van haat bijvoorbeeld. Weet je wel, of de afwezigheid van het moet zo. Of een afwezigheid van geloven in dat dit absoluut juist is en dat niet. Weet je wel, dat hele binaire denken, dat is vreemd. Of eendimensionaal denken. Dat is gewoon raar. Want vanuit die helderheid kun je zien bij ieder onderwerp wat er opkomt, dat er meerdere ingangen, meerdere perspectieven zijn. En meerdere dingen over dat onderwerp kunnen tegelijkertijd waar zijn. Terwijl een ideoloog of een partijganger altijd maar op één ding blijft. Dit is beter dan dat. Het is zo treurig allemaal. Ja, en wat onderdrukkend. Yes, en potentieel tyranniek. En dat is heel moeilijk. Vanuit die openheid is er heel weinig machtshonger of de neiging om anderen te willen overheersen. Het is meer van, nou, ik heb dit in de aanbieding, take it or leave it. En, ja, het is leuk om mee te maken als er iets tofs gebeurt met iemand daardoor. Maar eigenlijk is dat ook vrij neutraal. Weet je, van hier is het. Het is net zoiets als een waterbron, die geeft gewoon zijn water af en die staat ook niet per se te dansen als iemand zijn dorst lest daar. Helderheid is leeg. Yes. Dus is er ruimte voor. Voor wat er, ja, wat er wil plaatsvinden. Yes. Yes. Goed. Pauze.